Leuk dat je kijkt naar deze video. Geef hem een duimpje omhoog. Ja? Wat gaan we vandaag allemaal doen, paard? Ik denk dat ze vooral gaat eten. Eten. Nou, veel plezier met kijken. Oh, Brona, gaat jullie lukken. Zo, en de paardjes staan lekker buiten. Hey Bel, ja. Lekker in hun blootje. Heerlijk hè, paard. Ze loopt gewoon weg. Ze heeft niet zoveel zin vandaag. Stappen maar wat rond. Maar, ja. De rest gaat wel goed. Ja, hij paard. Gaan wij zo rijden? Ze zegt, ik weet het niet. Oh, wat had je nou? Waar? Dat is pijn. Au. We waren afgelopen woensdag bij... Touch AF geannuleerd. Oké, sorry. Afgelopen woensdag waren wij bij de vereniging Eigen Paard voor de les van Tessa en Kim. En toen hebben we nog een video opgenomen waarin Tessa, kijk hier. Daar. Hi. Met Frank een proefje besproken heeft. En toen heb ik met mijn sufferhoofd de oplader laten liggen. Teteringen is best ver rijden. En lieve Ilse heeft toen mijn oplader opgestuurd. Dankjewel Ilse. En als Ilse iets opstuurt, dan doet ze dat natuurlijk in cadeauverpakking. Kijk dit dan. Oh, dit is echt lief. Kijk dan. Misschien heeft Jesse het ingepakt. Oh, dat kan ook nog dat Jesse het ingepakt heeft. Te leuk dit. Het is heel erg ingepakt. Ja, daar is die. Nou, ik ben heel blij met dit cadeau. Dankjewel, Ilse. Oh, zo kunnen jullie toch Bel's hoofd niet zien? Ja, helemaal perfect. Alleen nog zachte borstel. Ik was even vergeten om te gaan filmen. Maar ik ga wel. Klinkt al wel een beetje, maar... Oké. We kunnen het er wel doorheen halen. Ook eten maandelijk borstelen en een kortlijk en voor één keer op de staart. Want morgen hebben we pizza. Oh, zat hij aan? Ja. Hoi. Hallo. Ik ga even zadelen en ik heb 4 dekjes. Maar ik moet nog even kiezen welk dekje ik ga nemen. Bel niet aan mijn kont zitten. Hé, lekker ding. Ik ga een dekje uitkiezen. Tot zo. Zo, ik ga de zadel erop leggen. Zo, vandaar ze. Ja? Bijna klaar. Ik hoef alleen nog het hoofdstel. En mijn cap. We gaan rijden. Vandaag is zaterdag en oefenen voor... De baby. Voor wat? Bibi. Het is nou de Bibi. De Bibi. De Bibi. Bibi. Wat is hier nou? Bibi en Tina. Wat? Bibi en Tina. Bibi en Tina. Bibi en Tina. Bibi en Tina. Nou, volgens mij gaan we gewoon voor de BB oefenen bij jou. Wat is er? Dus geschrikt. Ah! Ze zit op. Tatum zit op Binky. En waarom is dat grappig? En nog steeds denk ik wel van de meeste ponies. Tuurlijk. Tuurlijk. Het gaat nooit over die liefde, toch? Nee. Nee, precies. Ik heb nu van vroeger al een tekening gemaakt. I love Binky. En die heb ik nu boven mijn bed hangen. Ah. Nou, we gaan vandaag tussen de balkjes oefenen. De juryhokjes staan er al. Morgen is het eerste paasdag. En maandag tweede paasdag. En wij gaan allebei 4 proefjes rijden.
En is het de stedcompetitie of gewoon? Ik weet het niet wat het is. Ik weet alleen dat we gaan rijden. Wij gaan nu maar naar de Z-bakken. Ja. Karianne, hallo. Hallo. Ik ga naar jou zwaaien, maar je zwaait niet terug. Oh, mijn nederige excuses. En nu kan ik ook niet zwaaien. Hi. Hi. Dus we gaan eventjes hier rijden. Zo, we hebben geoefend voor de BB morgen. Eerst ging het niet zo lekker, moet ik zeggen. Het was een beetje... Ja, ik weet niet. We reden niet zo lekker. Maar ik moet zeggen, daarna ging het steeds beter en beter. Totdat we lekker hebben kunnen oefenen in de ring. Tessa is hier aan het oefenen voor het losrijden van morgen. Hoe ging het bij jou? Best goed. Ja, lukt het om je benen wat stiller te houden? Ja, zo. Echt, ik zat helemaal zo. Hoe? Nee. Dat moet dan ook weer niet. Dat vindt de jury ook niet leuk. Nee, ja, ik hou ze er gewoon af. Ja. En liep ze toch door? Ja. Als je je benen eraf hield? Mm-hmm. Nou, lekker. Weer wat geleerd dan, toch? We moeten zometeen wel heel veel poep scheppen. Ja. Jij en ik, allebei. Zullen we eerst even door de poortje heen? Dan De bordje is dicht. Die lopen. Oh. Ik kon die ook openzetten. Oké. Okay. We hebben namelijk een poortje waar we doorheen gaan als je dressuurwedstrijden rijdt. Kijk, buiten. Het buitenseizoen start natuurlijk morgen op 1 april. Ja, echt serieus. Oh. Ik weet niet waarom ze eraf vloog, maar ze vloog eraf. En dan ga je hier de bak in en uit. Het is een beetje een rare plek. Vroon is het wel gewend, maar Bel nog niet. Dus dan is het even oefenen. Nou, ze gaat er ook weer op. Oeh, daar zit ze weer. Oké. Okay. Ik ga mijn Bel doen. Au. Niet ver. Oh ja. Ah. Oh. Ja, nou, dat maakt het niet uit. Zo maakt het niet uit. Ja, echt goed. Jij kan gewoon in het geheim pionieren, hoor. Je zet gewoon dat ding neer. Ja. 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 Ik is het niet zo. Moet er Jamie, wel even onder Jamie. Nee. Ja. Ik vind dit een beetje een rare belevenis. Ja, ik ook. Want ik heb er geen woorden voor. Ik rijd normaal gesproken in een bak. En ze hebben nu een oplossing gevonden voor al de auto's. In een manege binnenbak allemaal neerzetten. En dat voelt zo raar om eigenlijk gewoon binnen te zijn in een binnenbak. Dat is gewoon... Moet je even de andere auto's filmen? Kijk dan! Allemaal auto's en het ziet er zo raar uit. Normaal gesproken staan hier allemaal... Oh, zie je alleen het dak? Ja, precies. Normaal gesproken zijn hier allemaal paarden. En dan nu ineens allemaal... Ja! Nou, ik ga in ieder geval mijn paard vlechten. En mijn pony Knotten. Ik moet even recht gaan staan, denk ik. Ja. Dat is al zo weinig plek. Het is zo raar. Zo, hé, jij zit lekker buiten. Eerste paasdag, 1 april, geen grap. En vandaag gaan ze, tenminste gaat Tess in de BB rijden. Kim heeft net de M1 gereden. De ene proef ging lekker, de andere proef wat minder. En nu Tess in de BB in ring 3 en 4. Even aan het stappen voordat ze mogen beginnen. Daar ergens, bij Kim. Ik zal even kijken of ik in kan zoomen. Ja. Kijk, daar zijn ze. Er zijn vandaag proefjes en... Mijn moeder is nu aan het inrijden, als het goed
getest. En ja, daar ging ik te vaart. En dacht ik, vandaag ga ik even eens een keer van laten zien. Nou, kom maar mee. Ja. Magic happens. Tada! Ze aan het rijden. Ik heb zo mijn prijsuitreiking. Wat? Nee. Ja, ik ga nu. Ik ga naar de prijsuitreiking. Doeg! Ze heeft de tong uit haar mond. Er was net een bladblazer en die horen jullie nu nog steeds. Maar ik heb vandaag weer een wedstrijd met Bellana en Lisa. Maar ik ga er vanaf een stukje filmen. En vandaag is Corona jarig, ze is 60 geworden, yippie! Maar dan zien jullie zo lekker. We stoppen nog een wedstrijd, maar we weten niet zeker of we het kunnen filmen. Zo. Zo, ik heb deze. Ik heb alle spulletjes meegenomen. En we gaan eerst Corona alle spulletjes geven en daarna bellen met Finja. Dus we gaan naar Corona toe. Laat hem maar het bakje eten dus. Het bakje eten. Hier. Hier, paard. Ja, dan moet je die lepel eruit halen, anders kan ze toch niet eten. Hoe vind je het, paard? Haal die lepel eruit dus. Ja. Nou, dit hoeft ze niet, geloof ik. Het is een beetje gekke paard, ja. Ik weet ook niet precies waarom ze het gemaakt heeft. Een klein beetje. Ga je maar in de bak, joh. Nee, want Henja... Oh, dat krijg je ook allemaal. Oké, volgende. Je krijgt allerlei hapjes. Even wachten. Even opzij, ja. Nou, het zal op. Ja, zo. En dan krijg jij deze. Dat is aan beide kanten met snoepjes en dan hier voor de rest. Even laten zien. Wat je? Ah ja. Ja? Nou, laten we beginnen met het. Lekkere pap. Ik weet niet of ze de pap nou echt zo'n goed idee vinden, Tess. Jawel, want ze wil geen vieze neus krijgen. Is het lekker? Ja. Zie je? Zo eet ze het wel. Moet ze gewoon voeren. Hou je even het bakje eronder, anders ligt alles onder de pap. Ik moet kleine baby Bella nog voeren. Hier Bella, hier. Nee, bel je papje om eten. Nou, volgens mij kun je beter iets anders gaan geven. Ik heb niet het idee dat ze het nou echt fijn vindt. Moet je niet meer? Nee, ze kent het nog niet. Ze zegt, doe maar niet. Die zooi hoef ik niet. Dan gaan we deze paasappel. Oh nee, hier. Paasappel. Dat is beter, zegt ze. Heb ik ook nog wel voor Heja. Heb ik een wortel die op een wortel lijkt, wat ook een wortel is. En een wortel. Hoe heet dat? Ei. Nou ja, moment. Kijk jongens, we
Voor mensen die willen hoken, dat moet je nooit doen. Wacht tot het koud is, zo. Er komt er gewoon stoom vanaf. Niet roken trouwens. Mama, dit stukje hoef er niet in. Hè. Zo. Staan erin is een beetje tegenlicht. De achterste is Froda en daar staat het kleine bel. We gaan naar Ermelo. Yay! Zo, wij zijn onderweg naar Ermelo. En we zien de paarden ook via een schermpje. Alleen ik zal het proberen wat laten zien. Zo. Ah, je kan het niet zien, want het is helemaal een zwart beeld. Maar je kan zien dat Verona en Bella erin staan. Mijn moeder die heeft iets uitgevonden en daar is ze heel blij mee. Nou, we gaan het even laten zien. Telefoonstandaard noemen we dat, hè? Nou, eigenlijk hij is voor de iPad. Nee, ja. Kijk. Het is mijn telefoonstandaard. Zo. Gaat hij terug. En dan kan je zo mijn telefoon erop zetten. Tadaa! Dan kan ik zien waar ik heen moet. We zijn er. We hebben 3 uur erover gedaan. Alleen maar file rijden. Mijn knie is kapot. Maar we zijn er. Ja. En we zijn nu in Apeldoorn bij Hotel Cantrell. En daar gaan we eten. En hier zijn Kim en Chris. En Tessa die is al weg. Die is al eten. Want zodra kijk, daar komt ze. Wacht even hoor. Ik moet even... Zo, dan kan ik ook zien wat ik film. Kijk, daar is ze. Want zodra ze de Cantrell ziet, dan moet ze naar binnen en dan moet ze pepermunt en dan moet ze eten en met vrouwen praten en weet ik het wat ze allemaal doet. Dus we gaan even lekker eten nu. De paardjes hebben al eten gehad. Die staan goed. We wilden eigenlijk rijden, maar dat gaat helaas niet meer lukken. Yay! Goed gedaan! Ze hebben gefilmd! Is er? Kim gaat filmen. Waar ga jij door eten dan? In het kastje. Die moet ze nog aan. We zijn op de hotelkamer. Wat betekent dat Tessa de bed op moet maken. Nee, maar kijk. Zal ik nog wat vertellen? Je neemt gewoon weet ik veel wat allemaal mee. Ik heb ook nog een knuffeltje. Deze. Die lijkt hier voor Bella. Oh, sorry. En, zo. Die. En daarvoor heb ik ook een koffer. Uiteraard. Zit helemaal vol met en dan vragen wij ons af waarom we te weinig ruimte hebben. Maar nee, het verhaal is duidelijk. Helemaal goed. Welterusten en tot morgen. Leuk dat je hebt gekeken naar deze video. Als je hem leuk vond, geef dan een duimpje omhoog. En abonneer op ons kanaal. Dus tot de volgende keer. Doei!